Daar stapt hij in. Rozantjes bij zich, kerststolletje. The fall time. It's the most the year. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Het is vandaag 29 december. Normaal gesproken, als het allemaal gewoon doorgaat, zou dit de dag zijn dat we naar Duitsland gaan. Of in ieder geval naar het buitenland om vuurwerk te kopen. Ook naar Nederland. Helaas is het alweer het tweede jaar op rij dat het niet mag. Ik vrees voor het ergste dat het volgend jaar ook niet mag, maar we zullen het zien. Maar desondanks gaan we vandaag toch weer een tripvideo voor jullie maken, jongens. We gaan naar Salon Roger in België. Die hebben leuke spullen. Dan gaan we even wat leuke dingen halen voor oud en nieuw, jongens. Waaronder Tropic. Ja, moet wel. Of hoe heet die? Die Scream blokken. Zo, die waren goed. Klopt, met die Salut wil ik. Dat is die rode. Nou. Die andere is alleen maar geel. Dat is die oranje. Die gaan we allebei even halen. In ieder geval, jullie gaan het zo meteen zien. Ik heb hier nog een aansteker van mijn plasma. Dit is echt de allerlaatste kans dat jullie hem nog kunnen bestellen. Ik zou het zeker nu doen. Want als jullie hem nu voor 5 uur bestellen, is die nog voor oud en nieuw in huis. Dit is de mat gouden variant. Je hebt hem ook in mat zwart. Gebruik de kortingscode PYROTEAM DELFT 2. Staat hier zo. Is beperkt geldig. Als die niet meer geldig is, PYROTEAM DELFT. Wij gaan snel de auto in onderweg naar Salon Roger. Suiker in zijn koffie te gooien. Ja, we hebben even een koffietje gehaald, jongens. Stokje, hij heeft geen stokje, dus hij zit met papier zit hij zijn suiker rond te roeren. Dus jongens, we rijden momenteel in Limburg. Het is denk ik nog een half uurtje rijden en dan komen we aan bij Salon Roger. Ik hoop dat het heel erg rustig is. Ik denk het niet natuurlijk. We zijn al expres heel vroeg vertrokken. Dat zagen jullie net toen Des in de auto kwam. Het was nog donker. Maar ik hoop echt dat het een beetje rustig is. Zodat we een beetje ons gang daar kunnen gaan. We gaan nu de grens over. Over dit water. Ik zeg eerlijk, dit doet me heel erg denken aan Polen. We waren hier vorig jaar natuurlijk ook. Maar het doet me heel erg denken aan Polen, die grens overgaan. Met het water zo. En we zijn dus nu in Maaseik. Daar zit Salon Roger. We hebben op de heenweg geen politie gezien of grenscontroles. Nee. Terwijl we wel op internet, kijk ze rennen. Terwijl we natuurlijk wel in het nieuws de afgelopen tijden, afgelopen paar weken, zien we alleen maar berichten over dat er heel veel grenscontrole staat. En dat heel veel vuurwerk in beslag wordt genomen. En dan vind ik het wel altijd spannend om even te kijken en om het op beeld vast te leggen voor jullie. Maar kennelijk is dat dus moeilijker dan je denkt. Want wij gaan dus al meer dan, denk 10 jaar of zo, gaan we naar België. En nog nooit eigenlijk heb ik een echte, serieuze controle gezien. Ja, misschien een keer douane die er dan een auto tussenuit pikt. Maar echt controle hebben we nog niet gezien. Ja jongens, zoals jullie zien, we zijn aangekomen bij het Salon Roger. Zo te zien is het aardig druk binnen. Heb je mondkapje bij je? Ja. Jij? Die moet wel op hier zo. Vroeg, vorig jaar, toen we hier stonden, was het loket hier zo. En toen mocht je alleen maar buiten staan, stond een rij ongeveer tot deze bomen hier zo. Maar nu gaan we even naar binnen, even kijken wat ze op voorraad hebben. Maar als er één ding is wat we graag willen hebben... Tropic. Geen shells, maar Scream. Het lijkt trouwens wel rustiger dan ik dacht, gelukkig. Het is nog vroeg namelijk. Laten we maar binnen even kijken. Ik zie die Scream al staan, hoor. Mooie aanbieding. 30 per stuk. 2 voor 55. Alleen die rode hebben ze niet meer, joh? Ja, dat is die linker. Toch? Nee, man. Ja, maar dan een ander label. Precies. Nou, daar zie je dus die... Je ziet wel wat iets over die pijlen gaat, trouwens. Zo. Grote pijlen, man. Het was 2 uur rijden of zo, toch? Ja. 2 uurtjes rijden, maar dan heb je al leuke producten. Want zoals ik net ook al zei, je hebt hier van Vulcan, van Rubro, Pyromax, Vuurwerk Totaal, Alpha en de eigen lijn van Salon Roger natuurlijk. Ook veel knal en ook wel andere soorten knal. Ik weet niet, we zijn de laatste tijd natuurlijk wel een paar keer ook in Baarle geweest. Maar heel veel Spaans ook. Veel Spaans inderdaad. Scorpio's. En hier staat onze bestelling al klaar. Een aantal mooie cakejes. Maar die laten we zo meteen voor de rest helemaal zien, als we het in de auto doen. Zie je er nog wat leuks bij? Alles. Knal? Alles. Ja, dit is mooie... Ik blijf altijd kijken naar die Scorpio's. Oh. Ja, dat is old school, hè? Omdat die er echt wel jaren zijn. Wel 18 plus. En niet voor amusementsdoeleinden. Want het is, ja, dat zullen we ook zeker niet doen. Dat betekent dat het P1 is.
Ze hebben heel veel van Alfa. Ik denk dat we wat er nog is gewoon mee gaan nemen. Want heel veel van Alfa is uitverkocht. Weekend Stunter. Dit is dus de winkel, jongens, zoals jullie zien. Mooie ruimte. En hij vertelde dus dat laatst, het vorige weekend, stond het hier helemaal vol. Met mensen tot aan buiten. Nou, jullie hebben vorig jaar kunnen zien dat we hier buiten bij het loketje ons vuurwerk meekregen. Dat was eigenlijk in heel België. Mooie pijlen ook, hè, Des? Die grote. Zie je die jigsaw daar? Welke? Die kanonskogels. Die bestaan echt al lang, die dingen. Ja, jigsaw zoals mijn Brit. Echt heel veel verschillende merken hier. En gelukkig is het nu nog heel rustig. Maar later hebben we kans op erge drukte natuurlijk. En deze gaan we ook nemen. Juist. Want dit is eigenlijk die screen van nee, Tropic. 5 shots minder. Maar 5 shots minder inderdaad. Oké dan. Honden en vuurwerk. Die oranje screen gaan we nemen. Die oranje screen was, ik vond die andere mooier. Die titanium. Die rode inderdaad, maar die is helaas uitverkocht. Maar hij zegt dus dat het precies hetzelfde is, dus we gaan hem zeker nemen. En die oranje zelf, alleen die heeft geen saluut. Gekleurde vlinders. Doe me heel erg aan vroeger denken. Maar de knol niet helaas. Super vet tippen, ja. Oh, jij bent de gast van YouTube. En ik vind dat mooi, moet je kijken. Ja, alleen dat maar vind bruin leven. Ja, maar dat vind jij vet. Ja, dat vind ik vet, man. Niet al die rare, drukke kleurtjes. Ja, man, echt mooi, man. Ik zie ook nog wat van vorig jaar. Ja? Wat? Corolla Mystery nog. Oh, die hadden we ook vorig jaar, hè? De Golden Temptation, ja. 40 shots. Die hadden we vorig jaar. Dat was de LVT cake. En de Corolla Mystery ook. Oh, die hadden we ook, ja. Ja. Corolla Mystery. Hadden daar nog wat van? Ja, die out of control zou ik wel willen, man. Jij? Ja, dat mooie buisjes. Loopt uit de hand. Ja, ik heb die deur. Kom maar. Goeie. Loop maar. Kun je mijn mondkapje afdoen? Dat was vorig jaar ook, weet je nog? Precies hetzelfde. Hier. Kappie. Wacht even. Jongens, zoals jullie zien, we hebben een aantal leuke cakes gehaald, vooral van Alfa. Juist. Daar zijn we eigenlijk speciaal voor gekomen, voor de collectie. En de Scream, zoals jullie zien. Oh, hier, ja. We gaan het zo meteen in de auto allemaal even uitgebreid laten zien aan jullie. SO naar Salon Roger natuurlijk, voor die Alfa-lijn. Helaas missen we een aantal cakes, waaronder de Reflection 2 en nog veel meer. Maar misschien zien jullie ze toch in de compilatie. Dus de eerste die we erin doen, is de Titanium 20 Shots. Deze schijnt dus precies hetzelfde te zijn als die van Tropic. Alleen 5 shots minder. Ja, 5 shots minder, maar we hebben wel een mooie view daarvoor. Tropic Scream, die hadden we in de compilatie natuurlijk al een paar jaar op rij. Dan hebben we ook nog de Firefly van Alfa. Mooie lijn is dat, hè? Design. Zeker. De Graffiti, of de Graffiti, weet ik hoe je die uitspreekt. En deze kan erbij. Dat is namelijk de Meltdown van Alfa. Al met al mooie cakes gehaald. Beetje de toppers die wij vonden hier zo. In de compilatie gaan jullie nog meer zien van dit. Maar voor nu is dit wat we gehaald hebben. En ik ben blij dat we überhaupt de oranje nog hebben. Ja. Al zagen we wel in Polen. We zeggen natuurlijk altijd dat we niet mee over de grens meenemen. In Polen waren deze zo vol op voorraad. En die rode, die vrouw wilde zelfs nog meegeven ervan. En dat is dan zo raar om nu te bedenken dat we nu aan het vechten zijn voor überhaupt een oranje. Maar goed, al met al ben ik wel tevreden met deze nieuwe bak bezig. En die gaan jullie dan in de compilatie zien. Want zoals ieder jaar, jongens, over een paar dagen staat de compilatie al online. Klik op het belletje hier beneden. Want dan ben je als eerste op de hoogte van de compilatie. De komende dagen komen er natuurlijk nog steeds gewoon video's online. Maar 1 januari... om 12 uur ongeveer, denk ik, als ik op tijd wakker word, komt de compilatie online. Net als ieder jaar. We hebben geen controles gezien. Sterker nog, geen enkele politieauto tot nu toe op de weg. We zijn momenteel dus ruim al in Nederland, al richting huis. En zoals ik jullie al eerder zei, het is altijd echt zoeken naar de controles, man. Jij ook, hè? Al met al dus geen controle gezien. Mochten we nog iets zien, dan zullen jullie dat zeker later in deze video zien.
Ik bedank jullie in ieder geval voor het kijken. We hebben leuke dingen gehaald. Gaan jullie straks allemaal zien in de compilatie met Oud en Nieuw. Thanks voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En morgen komt er gewoon weer een video online. En dan is het toch gewoon Oud en Nieuw, jongens. Tijd vliegt als een gek.